als je nou terugkijkt, wat was hier het absolute hoogtepunt wat je meegemaakt hebt als festivaldirecteur, baas? Nee, ik denk, wat echt een belangrijk moment was, was denk ik de eerste keer dat we met de Volksbühne aan Rosa Luxemburgplatz werkten. Echt, een Berlijnse groep kan er ook niks aan doen, maar wat er zo goed aan was, is dat we zowel een voorstelling van Frank Kastorf hadden in de grote zaal, een voorstelling van René Polish, waar we een beetje aan konden co-produceren in de kleine zaal, en Bert Neumann, die de vaste vormgever is van die twee regisseurs, ondertussen nu ook van Johan Simons trouwens bij de Muziek Kamerspelen, die man, die hebben we ook met zijn vormgeversbureau LSD laten zien. Dus hij heeft een soort tentoonstelling gemaakt op het Schouwburgplein. En hier in de hal had hij een enorme neon. Die kwam uit een voorstelling waarvan ik nu de titel niet meer weet. Maar mensen hadden zo de neiging van, ik moet mijn zonnebril opzetten. Het was nogal fel. En een van die wagens van de Rollende Roadshow stond daar in die nis. En was eigenlijk ons podium voor de voor- en nagesprekken. Allemaal een beetje onhandig, de plastic stoeltjes in deze esthetiek van Bert Neumann, maar we hadden gewoon een soort volksbühne in Rotterdam. En we hebben toen ook mee geco-produceerd aan een boek over LSD. Dat was toch wel een echt bijzonder project, ook voor de volksbühne ten andere, die zich op deze manier in al zijn facetten kon presenteren. Dat is nog altijd wel een hoogtepunt voor mij. Ook al wel weer 5 jaar geleden hoor, denk ik, of zo niet wat langer. Ja. Zo, noem ik maar. Er zijn zeker voorstellingen geweest, zeker als je co-produceert, die niet zijn geworden wat je ervan had verwacht. Ik moet zeggen dat ik nu geen titel zomaar uit mijn mouw kan schudden. Ik weet dat we 2 jaar geleden een voorstelling uit Soudaan hadden, waar ik had die voorstelling gezien. Ik ben door omstandigheden was ik in de jury beland van een festival in Khartoum en dat was ook de winnaar en het was een mooie voorstelling. Deze jonge regisseur heeft zo nog gewerkt aan die voorstelling om die van een open-air bühne naar binnen te brengen. En het was kapot gemaakt. Dus het was gewoon, hij had een saus muziek erover gelegd. Het was, de acteurs deden veel te veel, dus het was gewoon niet goed. Dus dat was een beetje, ik had wel wat uit te leggen na afloop. Terwijl ik nog altijd mijn motivatie om die gok te wagen, kan ik nog altijd begrijpen, maar het was eigenlijk niet goed genoeg. Dus dat is een verkeerde gok geweest. Ik heb een aantal andere, misschien dieptepunten of waarvan ik denk, godverdorie, het had ook een beetje anders kunnen lopen. En dat heeft een beetje te maken met de zichtbaarheid van een aantal dingen. In dit festival staat Rodrigo Garcia bijvoorbeeld, een Spaanse theatermaker die werkelijk in Europa in belangrijke festivals staat. En hier nu voor het eerst gaat opgemerkt worden door de pers, omdat die ook in Amsterdam staat. Wat ik zelf heb meegeorganiseerd, omdat ik wist dat het zo ging functioneren. Maar goed, die was natuurlijk al in 2004 voor het eerst bij ons te gast. Dat is gewoon niet waargenomen. Een maand geleden nog, of 2 maanden geleden, stond er in de Volkskrant, waarom komt de Nature Theater of Oklahoma nooit naar Nederland, terwijl ze hier al wel 3 keer hebben gestaan. Dat, weet je, dus dat denk ik van, jongens, doe jullie huiswerk een beetje beter. En help ons juist ook om dat festival ook wat meer resonans te geven. Dus daar zit wel een pijntje bij mij, moet ik eerlijk toegeven. Omdat ik denk dat het belangrijke makers zijn en ze die aandacht ook verdienden, ook al stonden ze niet in Amsterdam, maar in Rotterdam. Het logo van het festival toont twee frisse zomerse dames die de branding tegemoet rennen, van ons af. Hoe persoonlijk is deze keuze voor jou? Is dat motto ook voor jou? Dat je zegt zomers, ze hebben een bikini aan, het ziet er goed uit, maar ze hebben wel winterlaarzen aan en winterwanten. Dus het is eigenlijk in de sneeuw, het is zee en sneeuw. En de idee is natuurlijk wel dat die paralleliteit al een beetje, of het conflict bijna, in het beeld zit. Dat bijna, dus bijna blote meisjes die toch in een ijzig landschap lopen. Het heeft ook een beetje een directe link met ons thema van Imagine 2020. En dat waar we ook nadenken over de toekomst van de planeet. En ja. Zo. Ja, ik moet toch eventjes de blote meisjes in kil landschap. jij gaat naar Berlijn. Gaat dan een nieuwe toekomst beginnen daar. Dus ik zie het ook altijd een beetje als een beeld van de Lone Ranger die in de ondergaande zon op zijn paard fluitend. Wat ga je in Berlijn doen?
Ik had het trouwens ook nog niet bedacht hoor, dat dit zo, het weglopen van, dat rechtstreeks met mij in verband kon gebracht worden. Ik vind het wel, dank je voor de uitleg. Ik vind het wel een goede koppeling. Ik ga daar een theater gaan leiden. En dat heet het Hebbel am Ufer, of kortweg Hau. Dat is een, misschien wel het belangrijkste fraaie theater in Berlijn. In Duitsland heb je heel veel stadtheater waar een groot gezelschap in huis en dat repertoire maakt. Dat verandert een klein beetje, maar zeg maar een theater zoals dit hier, waar je gastprogrammering hebt, gecombineerd met co-producties, producties, dat is uiteindelijk toch vrij zeldzaam. En nou, dat theater in Berlijn, daar mag ik, zoals dat dan heet, de intendant van worden, vanaf binnenkort. Ja. Jouw internationale keuze komt daar nu dagelijks? Ik denk het niet. Ik zou wel willen, maar uiteindelijk is het, zo rijk is het niet. En zo'n festival kost natuurlijk best wat geld. Zo, ook onze Spaanse vriend die ik net noemde, dat is een man die geen structurele subsidie heeft. Dus zo'n voorstelling uitnodigen, dat is nogal wat. Maar het is wel een theater met een internationaal profiel. Het is ook deel van de reden waarom ze, denk ik, mij wilden hebben. Dus enerzijds om mijn internationale ervaring. Ik denk, wat hem ook echt interesseert, is iemand die even vanuit buiten kijkt naar de stad. En opnieuw kijkt van, goh, wat heeft deze stad nodig? En hoe kan je daar nieuwe dingen een beetje gaan organiseren?